Mijn naam is de Big Sven Vlogger. Wat leuk dat jullie kijken naar deze vlog. In deze vlog ben ik in het gemeentehuis. En wat ben ik hier aan het doen? Ja, mijn naam is Marieke Huting. Ik ben werkzaam voor de gemeente Baarn. En ik heb Sven gevraagd, omdat Sven dit jaar, of dit keer eigenlijk moet ik zeggen, voor de tweede keer als prokkelduo gaat werken bij de verkiezingen. Klopt. Nou, om mee te beginnen, wat is nou een prokkelduo? Een prokkelduo is eigenlijk mensen die met en zonder verstandelijke beperking. Dus het is eigenlijk een prikkelende ontmoeting. Een prikkelende ontmoeting, ja. En samenwerken zij voor de verkiezingen, dit jaar de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, klopt. Ja. Op 22 november. Ja. Zeg Sven, waarom wil jij voor de tweede keer meedoen? Wat maakt het eigenlijk de eerste keer zo leuk? De eerste keer was het zo leuk omdat ik het stembiljet ging uitdelen voor mensen. En dat leek me zo leuk om dat nog een keer te doen voor de Tweede Kamerverkiezingen die in 22 november plaatsvinden. En je bent onder de mensen en je leert mensen kennen. Ja. Want welk stembureau zat je vorige keer? Ik zat vorige keer op Theater de Speeldoos. Theater de Speeldoos. En weet je al waar je nu terecht gaat komen? Ik weet het niet. Dat is nog niet bekend. Dat is nog niet bekend. Nee, want we hebben dit jaar ook de Sherpa als locatie, maar je weet nog niet precies waar je gaat. Nee. Nou ja, wij zijn natuurlijk vanuit de gemeente heel erg blij dat je meedoet. Dus waarom vind je het eigenlijk belangrijk om mee te doen? Nou, dat zal ik ook uitleggen. Waarom ik het zo belangrijk vind om mee te doen, is omdat er nu in Nederland te veel problemen zijn en waar wij aan moeten werken. Maar als er problemen zijn, dan worden ze niet meteen opgelost. En het zal nu wel, na de verkiezingen, wel opgelost moeten worden. Ja, en jij gaat daar dus ook aan meehelpen. Klopt. Stembureau lid. Ja. 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 En als gemeente zijn we dus inderdaad heel erg blij. Want we vinden het heel erg belangrijk dat iedereen kan meedoen. Dat iedereen kan stemmen, maar ook dat iedereen kan meehelpen met de verkiezingen. Ja. Hoe kijk jij daar zelf tegenaan? Ik kijk er zelf heel leuk tegenaan. Want meestal willen ze dan niet de kans krijgen, mensen met een verstandsbeperking. Mensen met een verstandsbeperking die hebben ook meestal kans om dan mee te draaien in de maatschappij. Ja, nou dat is hartstikke mooi en ik ben ook heel erg blij dat dit zo op deze manier geregeld kan worden en dat je dit wil gaan doen. Ja. En nou hadden we het net al eventjes over, er zijn natuurlijk ook mensen die nog twijfelen om te gaan stemmen. Ja. Wat zou je willen zeggen tegen die mensen? Mensen, als jullie willen stemmen, is het je eigen keus. Of je moet gewoon kiezen op wat voor partij je stemt. En de gemeente, die wil ik graag vragen om te kijken of ze meer reclame kunnen maken voor het stembureau. Ja, voor het stembureau. En als mensen nou niet begrijpen hoe ze moeten stemmen, wat kunnen ze dan doen? Dan kan je op de website van Steffi. Steffi is een website die begrijpelijke taal de dingen uitlegt, eenvoudige taal voor mensen die het met een verstandelijke beperking heel moeilijk vinden. Nu is het ook zo, als jullie geen beperking hebben en het ook niet snappen, dat jullie ook naar Steffi kunnen. Oké, en heb jij daar zelf al vaak gebruik van gemaakt? Ik maak er bijna geen gebruik van, maar als ik er gebruik van wil maken, dan kan ik dat gewoon doen. Ja, misschien heb je er eerst wel gebruik van gemaakt, maar nu heb je het niet meer nodig, omdat je het al heel vaak gedaan hebt. Ja, ja, dat klopt. Want jij bent 25 jaar. Klopt. Ja, hoe vaak heb je eigenlijk al gestemd? Dat weet ik niet. Nee. Nee, precies. Nee, dat snap ik. Hoeveel keren het gebeurd is in de tussentijd. Nee, dat begrijp ik. Nou, ik vond het hartstikke leuk om dit interview met jou gehad te hebben. Dus super bedankt. Nou, graag gedaan. Nou, vonden jullie deze vlog leuk? Doe zeker een wit duimpje omhoog. En ik zal het leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe vlog van de Big Sven Vlogger. Doei doei!